ook goedemorgen. Nou, dan sta ik rond een uurtje of 8 op. Pak ik mijn tintje, ga ik inpakken. Want het mag natuurlijk niet lijken dat ik daar slaap. Want dan heb ik gelijk een boete van 130 euro. En ik slaap natuurlijk buiten. En zomers is dat wel lekker. Maar ja, 's winters is dat wel een klein beetje afzien. Nou ja, en dan heb ik dus mijn tas. Daar zit al, mijn kleding zit daarin. Onderbroekje en sokken. En dat is eigenlijk alles een beetje wat ik heb. En dat neem ik elke dag mee. Ik heb geen opleiding en dat komt omdat ik eigenlijk al vanaf mijn 15e op straat stond. En daarvoor ging ik met mijn moeder van blijf aan mijn lijfhuis in, blijf aan mijn lijfhuis uit. Dus ja, ik heb eigenlijk ook geen stabiele thuissituatie gehad. Ik werk dus 7 dagen per week en als ik me niet lekker voel, dan werk ik een dagje niet. Goedemorgen. Leuk hond, meneer. Dat ben ik echt. Husky, hè? Goedemorgen. Nou, en dan ga ik met de tram. Ik kan hem helaas niet altijd betalen, maar dan ga ik zwart met de tram naar de dagopvang. En daar ga ik dan even een beetje de dag beginnen. Dus ik ben wel blij dat het er is, want als het er niet zou wezen, dan kon ik daar niet douchen, kon ik er ook geen bakkie koffie doen. En dan had ik gelijk ook alweer buiten gestaan als ik uit mijn tentje was. Dus ik ben er heel erg blij mee met de dagopvang. Goedemorgen, 107, alsjeblieft. Goedemorgen. Dan ga ik eerst eventjes een douchemuntje halen. Als ik dat gedaan heb, nou, dan drink ik ook nog een kopje koffie, maak ik af en toe een praatje. En dat is dus een beetje hoe ik dan ga opwarmen. En dan als ik goed opgewarmd ben, dan ga ik weer een beetje verder. Nou ja, en dan zullen mensen wel denken, ja, al die daklozen die zitten toch standaard aan de drugs en aan de drank. Nou, bij deze is het een uitzondering. Ik heb ook wel aan de drugs gezeten, maar ik ben nu gelukkig 14 jaar clean en dat ben ik heel erg blij mee. Kijk u eens, meneer. Ja. Een halve erbij. Dankjewel. Ik werk nu al 11 jaar bij een hele mooie luxe warenhuis in de Wagenstraat in Den Haag. Maar zoals ieder ander heb ik natuurlijk ook dromen. En welke dromen ik heb, dat zijn er eigenlijk 3. Laat ik eerst beginnen met de eerste, dat is een huis, want ik wil toch wel heel graag een dak boven mijn hoofd. Ten tweede, ik zou graag een radioprogramma willen presenteren. En de derde, ik heb alle reality shows gezien, van Big Brother tot en met de Gouden Kooi, Can't Buy Me Love, en ga zo maar door. En nou zou ik eigenlijk wel heel erg graag in Utopia willen. Goedemorgen! Nou, ga ik nu ook al wat zwaaien. Doei doei! Want ik wil zelf wel eigenlijk een utopia maken. En ik denk dat ik het ook wel kan, want ik moet zelf iedere dag overleven. En ik kan het ook met weinig geld. En dan gaan we dus deze. Dank u wel. U hebt precies de prijs, daar ben ik wel blij mee. Oh, jeetje, ga ik gauw weg. Dank u wel. Er zijn heel veel mensen die geven ons geld en die nemen de krant niet mee. En dat is zeer slecht, want de krant krijgt geen subsidie. Die houdt zich in het leven van elke krant die de verkoper verkoopt. Dus ik zou zeggen, mensen, gaan nou eens wat minder fooien geven en gaan eens wat meer kranten kopen. Ik ben Robert Donkers, ik ben straatnieuwsverkoper en ik doe dat al 11 jaar vol trots bij de Bijenkorf in de Wagenstraat in Den Haag.